Welkom in Campus Kapuutsteen. Onze school vind je in de Kapuutsteenstraat en ligt dicht bij het station de Nekkerspoel. De Fietsenstraat ligt vlak naast onze school. Onze campus is dus makkelijk te bereiken. We hebben een grote speelplaats waar we in de middag samen zitten met onze vrienden aan de zitbanken of aan de picknicktafels. We kunnen nog voetballen, pingpongen en nog andere leuke spelletjes spelen. In de middag kunnen we sporten, schaken, lezen, documentaires bekijken en experimenteren in ons wetenschapslabo. Of gewoon chillen met onze klasgenootjes. Je boterhammen eten of een lekker soepje drinken of de restjes van de vorige avond opeten, dat kan allemaal in onze refter. Ben je brooddoosjes vergeten? Dat is geen probleem. Je kan een broodje halen uit de broodjesautomaat. In de polyvalente ruimte staan onze lockers, waarin we spulletjes opbergen zodat onze boekentas minder zwaar wordt. Dit is ook de ruimte waar we schuilen bij regenweer. Onze campus is een methodeschool, een frenneschool, waar je in de eerste graad les volgt in de A-stroom. Vanaf de tweede graad kun je naast ASO ook kunst- of technisch onderwijs volgen. Onze campus bereidt de leerlingen voor op een studie aan de hogeschool of universiteit. Op onze school krijg je de leerinhouden ervaringsgericht aangeboden. Je gaat projectmatig aan de slag met de leerdoelen van verschillende vakken. Je werkt hierbij samen in groepjes. Ook is er ruimte voor gepersonaliseerd leren, waarbij de leerlingen op hun eigen tempo werken. Je maakt hiervoor gebruik van je laptop die je zowel in de klas als in de projectlokalen gebruikt. Bij Campus Kapuutsteen staat het werkwoord creëren voorop. Je gaat hier creatief, onderzoekend en probleemoplossend aan de slag met je leerwerkdoelen. Zo wordt het verwerken van leerstof heel wat aangenamer. Onze school is een UNESCO-school waar je als leerling meewerkt aan duurzame ontwikkelingsdoelen die in verschillende projecten aan bod komen. Tijdens de vrije werktijd ga je zelfstandig leerstof verkennen, verdiepen of remediëren. Hierbij word je gecoacht door je leerkrachten. Zo leer je je eigen leerproces in handen nemen. Als je seminar wetenschappen doet, zal je vaak vertoeven in een wetenschapslokaal. Hier word je als jonge wetenschapper uitgedaagd om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Ook ga je buiten op het schooldomein experimenteren of in de natuur. Je gaat op ontdekkingstocht in de wereld van de mens, dier en milieu. Ben je sportief, wil je graag kennis maken met verschillende sporttakken en sta je achter de leuze een gezonde geest, een gezond lichaam, dan is Seminarie Sport zeker iets voor jou. We hebben een grote turnzaal en buiten hebben we een basketbal- en een volleybalterrein. En ook nog een groot voetbalveld waar je kunt sporten. Ben je creatief, hou je van kunst en heb je tekentalent en wil je nieuwe technieken leren kennen om je tekenvaardigheden te verbeteren, dan is het Seminarie Kunst en Creatie warm aanbevolen. Je maakt kennis met de verschillende kunstenaars en in hogere leerjaren leer je over fotografie, maken van animaties, filmpjes en maquettes. Hier kan je al je creatieve ideeën realiseren. Ben je gefascineerd door de Grieken en de Romeinen en ben je geboeid door de antieke wereld, dan is Seminarie Klassieke Talen vast en zeker iets voor jou. Onder begeleiding van de leerkracht leer je Latijnse zinnen en teksten lezen. Als je kiest voor 4 uur klassieke talen, leer je daarbovenop nog meer over de invloeden die de oude culturen hebben op onze hedendaagse maatschappij. Als leerlingen van de verbindende school respecteren wij en het schoolteam 5 belangrijke regels. De Golden Rules noemen we ze. Op Campus Kapuutsteen hebben wij respect voor elkaar en onze omgeving. Zijn we beleefd en behulpzaam? Luisteren we naar elkaar? Zijn we eerlijk? Zijn we een team? Heb je vragen over je lockersleutel? Moet je een afwezigheidsbriefje indienen? Of wil je graag een kopie laten nemen? Voel je je wat ziekjes? Dan kan je terecht bij het onthaal. Zij helpen je graag. In de rotonde tref je ook de directie en de opvoeders aan. Zij zorgen voor de dagelijkse organisatie van onze school. Heb je interesse in onze campus? Kom dan zeker eens langs. Meer info over inschrijven en bezoeken vind je op onze website.